Als retailer bekleedt Colruyt Groep een unieke plaats in de keten. Als laatste schakel voor de consument. We zijn ons daarvan bewust en we vinden dat het ook onze taak is om op langere termijn te denken. Om te denken aan nog duurzamere en nog evenwichtigere voeding. We hebben het voordeel dat Colruyt Groep actief is in de windparken. En dat geeft ons een unieke kans om echte integratie te voorzien tussen energievoorziening en aquacultuur en visserij. Maar over dat multifunctioneel gebruik van windmolenzones, denken jullie dat in het nieuwe MRP het echt verplicht gaat zijn om naast energie ook aquacultuur te gaan doen en zo echt multifunctioneel gebruik van die zones te garanderen?